tijd van de zomervakantie is weer aangebroken. De plannen om diverse campings met een bezoek te vereren zijn al lang geleden dit jaar gemaakt. Welke precies het zullen worden, weten we nog niet. Alleen de eerste ligt min of meer vast. Dat het allemaal wat anders zou lopen, dat wisten we hier nog niet. Uitgestald op de overloop is het al een aardige uitdragerij. En dat zijn alleen nog de jaarlijks terugkerende vaste spullen voor het kamperen. We praten nog niet eens over kleren en zo. Dat moet allemaal nog komen. Het probleem met kamperen is een beetje de kleding, want ja, je hoopt natuurlijk overdag op mooi weer, maar 's avonds kan het verdomd koud zijn. Dus dat betekent dat je zowel dunne zomerkleren nodig hebt als kleren voor zeg maar de winteravond. Dus zoals gebruikelijk ligt het hele bed weer uitgestald met een behoorlijke hoeveelheid kleding. Zowel voor de warmte als voor de kou. Aanstaande zaterdag vieren we de verjaardag van Hanni. Dus dat betekent dat we met het inpakken alles een dagje eerder moeten doen. Vandaar dat op donderdag de eerste spullen al in de auto verdwijnen. En vooral deze tent neemt dan een prominentere plaats in dan zijn voorgangers. Maar ja, hetzelfde plekje kan nog steeds gebruikt worden. Als eerste eruit en als laatste erin, zonder de rest van de bagage te hinderen. Het lijkt passende meten, maar ieder jaar blijkt toch dat zonder al te veel moeite alles achterin kan. Zo binnen staan alleen nog maar de toilettassen. Want tenslotte is het pas donderdag en we gaan zondagochtend pas weg. Nog nooit zo vroeg geweest met inpakken. We hadden nog de voorruiten schoongemaakt om het doorzicht met de camera zo goed mogelijk te houden. Maar ja, dat heeft dus niet al te veel zin. Want het regent pijpen stelen. Met het vertrek was het nog een beetje net miserig. Maar dat heeft nu zo langs de tijd gehad. In Frankrijk is het meeste tijd droog. Hier zien we zelfs een streepje blauwe lucht. Maar als je buiten komt is het maar een graad of 13. En een behoorlijke wind. Steenkoud. Dus we stoppen, blijven over het algemeen maar even binnen zitten. Als we tegen een uur of één stoppen op deze parkeerplaats, is het zelfs een graad of 19 geworden. Ja, je waait wel uit je hemd. Het weer knapt toch dusdanig op dat we maar besluiten naar de camping Creuse Natuur te rijden. De thermometer in de auto staat op 223 graden. Dus nou, dat moet wel te doen zijn. Na zo'n 20 minuten is dit het resultaat.
De tent ligt op de grond. En de baleinen, of hoe mag dat ook heten, die zitten erin. Onze oude tent zou al gestaan hebben. Maar ja, goed. Alles went, zullen we maar zeggen. Na iets meer dan een uur kan dan toch de bagage naar binnen. En kan ik wat kleren aan, want het begint trouwens ook een beetje fris te worden. Gisteren op het gemak wat gepuzzeld. Een paar boodschappen gedaan in de super van Boussac. Vannacht was het 6 graden. Dus tamelijk fris. En nu de volgende dag, de dinsdag, zijn de spullen klaargezet hier voor het ontbijt. En is het wakker wachten op de Franse bakker. Die zou tussen 9 en half 10 komen, dus hij is nog steeds niet te laat. Heeft hij nog een paar minuten de tijd. En zo te horen komt hij daar. Het zou zonnig zijn vandaag. Daarom hadden we de stoelen ook al aan de andere kant van de weg gezet in de zon. Maar het wil nog niet echt lukken. We zijn zo vroeg in het seizoen dat het buitenbad nog dicht is. Maar de vrijwilligers zijn er wel druk in de weer om het deze week open te hebben. Normaal staan deze deuren allemaal open, maar dan moeten de temperaturen wel wat aangenamer worden. Tot het buitenbad open is, moeten de gasten zich behelpen met dit binnenbad. Smiddags lopen we een klein stukje richting Boussac. Als je om je heen kijkt, zie je de buien zich aftekenen tegen de lucht. Eén ervan kunnen we niet ontwijken. Door de relatief hoge buitentemperatuur zie je de natte weg in korte tijd opdrogen. Na de zonnige dag van gisteren, waar we zelfs een tochtje op de Fox hebben kunnen maken, is het vandaag helemaal pet. Op deze hemelvaartsdag laat de zon zich niet zien. Het is een graad of 13 en de lucht is grijs. De mensen op de camping hebben maar één onderwerp om over te praten. En dat is natuurlijk het weer. Gelukkig biedt de tent voldoende leefruimte. Maar ja, als je mag kiezen, dan zou je toch liever op de domfietsje nog een tochtje in de omgeving maken. Op deze hemelvaartsdag rijden we even naar Boussac. Maar na een korte wandeling en een klein stukje omrijden zijn we snel weer terug. Naast het kasteel van Boussac is een klein parkje.
waar je wat uitzicht hebt over de weg. Daar stonden we 2 jaar terug tegen het kasteel aan te kijken. En over de gedeelte van het dorp, wat we hier zien. De laatste dag van ons verblijf op Plek Reuze begint er zo nu en dan, ja, het is trouwens wel 5 uur 's middags geworden, een beetje te schijnen. En de temperatuur is een stuk aangenamer. Maar we hebben toch maar besloten om morgen te gaan vertrekken. De brommetjes die hier dus door 2 Fransen aandachtig bestudeerd worden, gaan in de auto en gaan dus in Zuid-Frankrijk weer opnieuw dienst doen. Dat hopen we tenminste. Niet wat mooiere weersomstandigheden dan we hier op La Creuse hadden. Zaterdag 1 uurtje na het opstaan. Binnen 1 uur de tent in de auto. En wat er al zo bij hoort natuurlijk. Alleen niet zo netjes als het heenweg. Maar ja, zolang je ruimte genoeg hebt, kan dat niet verbommen. Zelfs achter naast de bromfiets ligt een stukje van de tent. Maar ja, over een paar uur moet alles er toch weer uit. Na de laatste plichtplegingen gedaan te hebben, kunnen we om bijna 9:15 aan de volgende etappe beginnen. De lucht die is hier nog steeds grijs.